bij Podium TV samen met Erik van Kleef. Hoe vond je het vanavond? Hallo, ja, was gaaf. Het was voor mij ongeveer een jaartje of vijf geleden dat ik in het podium geweest was. Dus het werd wel weer eens tijd en ik ben echt aangenaam verrast. Het is helemaal volle bak, Gio, Willy Wartaal gaan helemaal los daar, echt dope shit. En, ja, ik heb aan de andere kant gedraaid en ja, house en dat ja, gaat goed hier. Je hoofd beweegt op de beat, zelfs als je niet geniet, dit is zo aanstekelijk. Vond je het leuk? Ik vond het echt super. Ik heb twee keer opgetreden vandaag. Eentje was een teenage party. Allemaal gezellige kinderen natuurlijk en allemaal enthousiast. En in de nacht heb ik opgetreden voor 16 plus natuurlijk. En dat was gewoon fucking gezellig. Het dak ging eraf en deze mensen hier al weten hoe ze moeten feesten. Dus als je hier niet bij was, heb je gemist en wees er de vorige keer echt bij. Maar het was echt vol, hè? Er konden bijna geen mensen meer bij eigenlijk. Nee, dus het was super, het was echt super, ja. Heb je genoten? Ja, ik sowieso. Vooral toen je een stukje voor me ging zingen. Dat was echt... Ik kreeg het zo warm, hè. Ik dacht, oh my god. Maar we gaan je even wat vragen stellen. Waar zal ik beginnen? Heb je een vriendin? Dat willen we natuurlijk... Het is nu een ladies night, hè? Dus dat soort vragen willen we gewoon weten. Heb je een vriendin? Dus je bent het vergeten? Nee, ik stel hem je nu, toch? Maar jij was toch mijn vriendin? Maar ik zag net op je telefoon, zag ik een foto van een meisje. Leg uit. Dat is Cassie. De zangeres Cassie. Nee, dat is niet waar. Prachtig. Ik geloof het niet. Dit is een smoes. Ophalen, ophalen. Ik denk aan jou, was je nu maar bij mij. Want bij jou voel ik me vogelvrij. Denk aan jou, kon ik maar terug. We wachten nu op Gio, hij had zijn telefoon op. We samen zijn. Hij komt eraan, hij heeft nu snel veranderd. Oké, nee, je achtergrond. Denk aan jou. Hij komt. Dat was hem niet! Leugens! Dit is een leugen. Geen leugen. Nee, doe terug. Nee, ben ik echt. Oké. Okay, nee. Jawel! Nee. Hij heeft dus een vriendin. Dat is wel. Ja, verder? Nee. Wie was het nou op je achtergrond? Ik blijf gewoon doorgaan. Ik ben heel vervelend. Cassie. Oké, moet ik het echt. Ja. Echt ja. Dat was jij. Ik heb geen blond haar. Het geverfd. En wat gaat er precies in het podium gebeuren qua Slam FM? Ja, wat ik begrepen heb, ze hebben hier een zeg maar, de tweede zaal wordt de Slam FM clubzaal. Daar zullen regelmatig, zal ik regelmatig draaien. Er zullen ook waarschijnlijk gast-dj's komen. Dus ja, er komt een stukje van Slam FM en van zeg maar, club in. De vibe van clubben en de nieuwe platen komen dan hier naartoe. Dus als je echt vette nieuwe platen wil horen, voordat ze zeg maar, op de radio komen of voordat ze in een discotheek te horen zijn, dan kom even langs, kun je het horen. Jij gaat zingen. En wat ga jij zingen? Ik denk aan jou, was je nu maar bij mij. Van bij jou, baby, voel ik me vogelvrij. Denk aan jou, kon ik maar terug in de tijd. Want dan konden we samen zijn. Ik denk aan jou.